Ik ben Jeremy van Eekhout, Vlaams parlementslid voor Groen sinds 26 mei. Ik ben vader van uh, twee fantastische dochters en afkomstig uit Anzegem. En ik, uh, ik heb hier enorm veel goesting en drive voor om echt het verschil te maken voor mensen. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? Ik heb deelgenomen aan de verkiezingen omdat ik voelde dat de tijd rijp was. Ik ben, ben zeven jaar schepen geweest in Anzeg, in mijn gemeente. Ik heb daar heel veel ervaring op gedaan in het besturen van een, van een kleine plattelandsgemeente. En ik had het gevoel dat die stem van die inwoners van die plattelandsgemeente bijvoorbeeld te weinig gehoord wordt hier in Brussel, in het Frans parlement ook. En dus vandaar dat ik zowel inhoudelijk als politiek om die reden de stap heb gezet. En ook omdat ik enorm veel zin had om campagne te voeren, natuurlijk. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? Ik ben ook ondervoorzitter van de partij, dus ik ben zeer vroeg gaan stemmen. Ik ben om om acht uur, op, onmiddellijk na het openingsuur met de regionale televisie, gaan stemmen in Kaster, het dorp waar ik woon. En dan ben ik, ben ik naar Brussel doorgetrokken om eigenlijk de verkiezingsdag voor te bereiden. We zijn de hele dag bezig geweest, samen met onze studiedienst, om resultaten te verwerken vanaf het moment dat de eerste resultaten binnenkwamen. Dus ik heb het van heel dichtbij meegemaakt. Ik heb niet veel tijd gehad om stress te hebben in aanloop naar de resultaten. En dan, ja, dan zijn we dat is geëindigd in Brussel, waar we hier toch op een, op een zeer mooie en energieke campagne toch een feestje hebben gebouwd. Bent u tevreden met het resultaat? Ik zie het heel dubbel. Ik zie, ik zie aan de ene kant dat we moeten blijven zeggen en dat dat ook duidelijk zal zijn de komende jaren in ons politiek werk. We hebben mij nog nooit zoveel. Vlaamse parlementsleden van Groen in het parlement gezeten. Dus wij hebben een, eigenlijk op dat gebied een, een zeer goede uitslag gehaald. Maar aan de andere kant waren de verwachtingen heel hoog, zowel van buitenaf maar ook van binnen de partij. En hebben we die niet helemaal kunnen voldoen. Ik zal niet wegsteken dat wij gehoopt hadden om het nog een, nog een stuk beter te doen. We zijn vooruit gegaan, maar het had wel nog meer mogen of moeten zijn. En, eh, dus dat was een gemengde avond. Heel blij voor mijn persoonlijk resultaat. Niet zo evident in een provincie waar je eigenlijk tegen heel de Krevits Bart Tommelijn eh, komt te staan. Toch echt wel eh, intussen gepokt en gemazeld en zeer bekend. De politici, dan sta je daar als nieuwe lijsttrekker een klein beetje uh, als nieuweling tegenover en is het wel wat zoeken van wat zal dat geven. Dus mijn eigen resultaten, daar ben ik heel tevreden over. Uh, maar we hadden gehoopt om, om hier met twee te zitten, maar nu zal ik werken voor twee om die groene stem uit West-Vlaanderen uh, kracht bij te zetten. Wat zijn uw verwachtingen over uw nieuwe functie? Ik wil mij enerzijds uh, focussen op op uh, binnenlands bestuur. Ik uh, heb heel veel lokale kennis. Dus ik wil echt wel het, het versterken van onze lokale besturen. Daar wil ik echt wel uh, mede verantwoordelijkheid voor nemen. Uh, twee, democratische vernieuwing. Ik denk dat er uh, een groot. Uh, Grote nood is aan antwoorden die de politiek weer dichter bij de mensen brengen. Denk ik ook dat we als Vlaams parlement en als Vlaams beleid meer uit onszelf nog moeten breken en veel dichter bij de mensen gaan staan. Daar wil ik mij dus op focussen. Een tweede is ouderenzorg. Ik ben in de campagne en ook al in het verleden regelmatig in contact gekomen met woonver, woonzorgcentra. Alles wat ouderenzorg is, en dat is iets ondanks mijn jeugdige leeftijd waar ik enorm door aangesproken ben. Hoe gaan we om met mensen die op het einde van hun leven zitten? Hoe kunnen we zorgen dat die de zorg krijgen, maar ook de omkadering krijgen die wij als mensen allemaal verdienen? Jongeren, ook een heel belangrijk aandachtspunt wat mij betreft. En tot slot, en dat zal niet verbazen, alles wat, alles wat plattelandsbeleid is. Ik heb het nog een keer berekend, drie vierde van de mensen woont niet in een centrumstad. En toch heb ik vaak het gevoel dat in keuzes voor mobiliteit, keuzes voor ruimtelijk ordening... Keuzes wat betreft fiscaliteit enzovoort. Dat wij eigenlijk veel te vaak redeneren hier op beleidsniveau vanuit die centrumsteden. En drie vierde van de Vlamingen voelt zich daardoor niet aangesproken. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Ik heb uh, ontslag genomen uh, als schepen. Ik ben nu volop nog bezig met de overdracht naar mijn opvolger. Uh, dus nee, ik ga dat niet doen. Ik ben een gemeenteraadslid in Anzegem, dat is perfect combineerbaar. Ik wil dat ook doen om een stukje die, die, die link met dat lokale bestuur wel te houden. Ook omdat de mensen in 2018 ook mijn mandaat als gemeenteraadslid gegeven hebben, dus dat zal ik doen. Maar ik ga daar geen enkele professionele of voltijdse, halftijdse mandaten bij doen. Ik geloof niet dat je uh, als pens in de... 24 uur die we allemaal maar hebben, waar er hopelijk ook nog een klein beetje slaaptijd en misschien wat gezinstijd bij zit of andere dingen. Dat je in de tijd die je kan uh, vrijmaken voor je mandaat, dat je daar twee dingen tegelijk kunt doen. Dus ik, ik ben lid geworden van Groen, onder andere om die reden. We zijn een partij die het verbiedt dat mensen een uitvoerend mandaat lokaal combineren met een parlementair mandaat. Uh, ik heb ook zelfs niet geprobeerd om daar een uitzondering op te vragen. Ik ben een heel grote voorstander van dat principe. En ik snap ook niet, als ik mensen bezig zie, dat is geen persoonlijk kritiek, maar ik snap niet hoe je het zou doen om en burgemeester of schepen te zijn en een goed Vlaams parlementslid die alles doet wat er van die persoon eigenlijk mag verwacht worden. Wat is de impact op je sociale en familiale leven? Ik ben niet helemaal nieuw in de politiek, dus ik, ik ben gelukkig. Ik ben al twaalf jaar samen met mijn eh, echtgenoot op dit moment. Eh, wij kennen elkaar van een stukje voor de politiek, dus dat vind ik een goede zaak dat we, dat we elkaar anders hebben leren kennen dan in de politieke periode nog. We hebben samen ook die keuzes gemaakt. Ik heb twee dochters. Ik ga proberen, eh, maar dat was ook de afgelopen jaren al een uitdaging. Maar ik ga uiteraard eh, de papa zijn die ik wil zijn. En dus dat wil zeggen dat ik ook voldoende ruimte voor mijn gezin zal maken. Vrienden en familie zijn belangrijk, daar ga ik tijd voor nemen. Ook omdat dat eigenlijk u je voeten in de realiteit wel zijn, voeten in de aarde, zorgen dat je dat er nog reflex hebt. Dat zijn ook mensen die jou omringen en die op tijd en stond aan de alarmmel zouden trekken als er iets moet op je agenda of op je bord komen, dus dat vind ik zeer belangrijk. Uh, maar de impact daarvan zal niet negatief zijn. Ik, uh, ik uh, probeer die goed in, met elkaar in balans te houden, omdat ik geloof dat je pas goed professioneel kunt functioneren als je ook uh, zorgt dat, je, uh, dat het privé en qua sociale situatie ook oké okay zit. Ik ben ook geheel onthouder, dus mensen gaan mij ook niet vaak in situaties tegenkomen waarvan ik denk achteraf van wat heb ik, uh, wat heb ik nu gedaan. Uh, en voor de rest, ik probeer vooral, en dat is wel het voordeel als je als schepen geweest bent bijvoorbeeld, je leert ook gewoon jezelf zijn. Ik vind dat het ook geen zin heeft om uh, om proberen een bepaald imago op te bouwen die ver afstaat van wie je bent als persoon. Ik, ik probeer authentiek mezelf te zijn. Ik ben Jeremy van Eekhout. Ik kreeg onlangs een, uh, iemand die zei van. Ja, een groot verschil is bij jou dat je er niet uitziet als een uh, Brusselse politicus. Maar goed, ik vind dat eigenlijk een compliment. Ik ga dat vooral proberen te blijven. Ik heb geen zin om mezelf op te blazen tot iets wat ik niet wil zijn. Uh, en mensen mogen mij altijd aanspreken. Daarvoor ga je ook in de politiek. Je bent die spreekbuis. Niet alleen in de campagne om mensen gestemd te vragen, maar ook nadien om daarmee aan de slag te gaan. Waarop mag de kiezer u binnen vijf jaar afrekenen? Ik heb daar wel een grote ambitie in en dat is natuurlijk, ik kan het systeem niet op mijn eentje helemaal veranderen, maar mij als persoon mogen ze wel afrekenen op, op de ambitie die ik nu uit om een politicus te zijn die zich niet opsluit, dus die met mensen in gesprek gaat, die constructief, positief probeert telkens opnieuw antwoorden te formuleren, alhoewel dat soms misschien in een context is waar je het gevoel hebt van niet alles wordt opgepikt, maar van daar toch consequent en positief te blijven voor gaan. Uh, en drie, uh, iemand die er uh, in die vijf jaar altijd geprobeerd heeft en hopelijk ook. Een groot stuk in geslacht is om die kloof naar die politiek toe een stuk te dichten. En mensen het gevoel te geven en te laten beseffen dat politiek eigenlijk wel een zeer positief engagement kan zijn. En die wel echt antwoorden kan geven. Maar dat zal van mij afhangen. Maar hopelijk vind ik veel collega's die dat samen met mij willen doen.